What's up guys, Paul hier. Het is een video die ik opneem in januari 2023. En vandaag heb ik een video voor je over Master Your Mindset. Het boek wat ik hier heb liggen, het is een van de eerste boeken die ik heb gelezen omtrent persoonlijke ontwikkeling. En echt een hele grote aanrader in dus voor jou om te gaan lezen als je dus je doelen wil behalen, een beter leven voor jezelf wilt. En ik heb vandaag een volledige guide weer gemaakt over dit boek. En hoe dit boek mijn leven heeft veranderd. De belangrijkste lessen uit dit boek. En hoe dit voor jou een positieve impact kan maken. Dus laten we daar gelijk induiken. Nou, het geloven in jezelf is uiteindelijk de grootste kracht die je hebt. Wat je moet doen is het volgen van je verlangen. En alle dromen zijn zaadjes voor de toekomst. Just do it. Wat heb je uiteindelijk te verliezen door iets te gaan doen? Wat je kunt bedenken in je hoofd, kan je uiteindelijk ook waarmaken. En dit leven heeft een deadline. Dit leven is niet voor eeuwig. Ook niet voor mij. Op het moment dat ik deze video opneem, voor mij komt er ook een keer een laatste dag. Oké? Nou, het enige wat je hoeft te doen is beslissen wat je doet met de tijd die is gegeven. Super mooie quote van Gandhi en super toepasselijk. Want ja, je hoeft alleen maar te beslissen van, hey, wat ga je doen met de tijd die je hebt hier op aarde? En om te komen waar je nu bent, heb ik het pad moeten afleggen dat uiteindelijk achter je ligt. Dus op het punt waar je nu staat, heb je bepaalde dingen moeten doen. En dus om te komen waar je misschien wilt gaan zijn, moet je dus ook weer dingen gaan doen. En dat ook achter je gelaten. Van de vele wegen die mij naar dit moment hebben geleiden, koos ik één. Zoals ik ook één toekomst zal kiezen, die mij zal brengen waar ik naartoe ga. Dus kies zelf. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigen toekomst. Oké? Nou, de mens wordt gemaakt om te gronden gericht door zichzelf in het arsenaal van gedachten. Smeet hij de wapens waarmee hij zichzelf vernietigt. Ook bezit hij het gereedschap waarmee hij voor zichzelf een hemels verblijfplaats van vreugde, kracht en vrede kan bouwen. Door de juiste keuze en ware toepassing van het denken stijgt de mens op naar goddelijke perfectie. Door het misbruik en onjuist gebruik van zijn denken wordt hij minder dan een beest. Tussen deze twee uitersten bevinden zich alle karaktereigenschappen en de mens is daar maker van en de meester over. Gaan we gelijk door naar deel 2 en dat is filosofie voor succes en geluk. De geest is de bron die schept en kneedt en de mens is de geest die wikt en weegt. Zijn denken eraan biedt hem wat hij werkelijk zoekt. Vele malen vreugde, soms veelvuldig een vloek. Hij denkt in stilte en dat krijgt geen gehoor. Zijn omgeving houdt hem slechts een spiegel voor. Nou, super mooie gedachte en eentje waarbij je echt kan nadenken van hey, je geest maakt alles en jij bent die geest uiteindelijk. En wat je denkt is wat je uiteindelijk zoekt. En soms is dat vreugde, maar dat kan ook een vloek zijn. Je denkt in stilte en dat krijgt gehoor. En zijn omgeving houdt hem slechts een spiegel voor. Ik moet je slechts 3 dingen leren in dit leven over deel 2. Eenvoud, geduld en mededogen. Dat zijn de grootste schatten. Door eenvoud in daden en gedachten keer je terug naar de bron van het bestaan. Door geduld met vriend en vijand accepteer je de dingen zoals ze zijn. Door mededogen met jezelf verzoen je je met alle wezens op aarde. Pas deze dingen toe en je snapt het pas zodra je het snapt. En ja, dat heeft voor mij jaren geduurd, maar hopelijk heb je hier superveel aan. Wat wil je echt in het leven? Wees je bewust van je gedachten, want die vormen zich tot woorden zoals ik nu tot jou praat. Wees je bewust van je woorden, want ze zetten zich om handelen in acties die je gaat doen. Wees je bewust van je handelen, het worden uiteindelijk gewoonten. Wees je bewust van je gewoonten, ze vormen je persoonlijkheid en daarbij ook je toekomst. En wees je bewust van je persoonlijkheid, die bepaalt je bestemming in dit leven. Supergoeie quote, dus eigenlijk je gedachten worden woorden, woorden worden handelen, handelen worden habits, habits bepalen je toekomst. Dus ja, alles begint dus in je hoofd en daar moet je het eerst aan werken als je een verandering in wilt. Als je iets wil veranderen in het leven, moet je eerst zelf gaan veranderen. En denk even na over jouw persoonlijke waarden. Wat zijn eigenlijk jouw persoonlijke belangrijkste positieve waarden in het leven? Wat zijn jouw belangrijkste negatieve waarden in het leven? En een mens moet zich uiteindelijk niet afvragen wat de zin van het leven is, maar onder ogen zien dat hem die vraag wordt gesteld door het leven zelf. Dus je gaat zelf door het leven en je gaat zelf ervaren van, hey, wat is dus eigenlijk de zin en wat is mijn purpose hier op deze aardbol en hoe kan ik hier het beste van maken? En vaak, hoe kan je er het beste van maken is door de beste versie van jezelf te kunnen zijn. En daarom kan hij alleen antwoorden door verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leven. En dat is zo belangrijk om dus verantwoordelijk te zijn voor alles wat je zelf doet. Jij bepaalt alle keuzes. Jij bepaalt of je deze video kijkt of niet. Jij bepaalt of je een like geeft of abonneert. Dat zou ik heel erg waarderen, maar in die context. En de zin van ons bestaan moet van binnenuit, uit jezelf, van binnen in je ziel komen. En wat vind jij belangrijk? Wat vinden we allemaal belangrijk? Een stukje zekerheid. Kijk, mensen zeggen natuurlijk, voor een baan heb je zekerheid. Maar we hebben allemaal met corona gezien dat het niet zo is. Maar ondernemen kan ook
is voor mij zekerheid. Want op wie bouw ik dus een risico? Op mezelf. En ik vertrouw mezelf goed genoeg dat het allemaal goed komt en dat ik de juiste keuzes ga maken en de juiste business opbouw. Maakt niet eens uit in welk businessmodel ik specifiek zit. Ik weet de persoon die ik vandaag de dag ben, dat die succesvol is en dat die resultaat behaalt. En afwisseling. Ja, te veel zekerheid in je leven wordt uiteindelijk saai, aanzien. Iedereen wil uiteindelijk gezien en gehoord worden in het leven. Dus een stukje status, groei. En ontwikkeling leidt uiteindelijk tot voldoening en geluk. En de maatschappelijke bijdrage van betekenis. En wat betekent het leven? Heb je jezelf die vraag ook gesteld? Probeer de stilte niet te begrijpen. Je kunt de stilte alleen ervaren als het verstand zwijgt. Wat is je wens? Als je denkt dat je verslagen bent, ben je dat. Als je denkt dat je niet durft, dan durf je niet. Als je graag wilt, maar denkt dat je niet kunt, zul je vrijwel zeker niet winnen. Als je denkt dat je verliest, ben je verloren. Want in de buitenwereld ontdekken we dat succes begint met wilskracht. Dus eigenlijk alles wat je denkt is zo, is uiteindelijk zo. Als je denkt dat je iets kan, kan je het. Als je denkt dat je niet kan, kan je het ook niet. En alles is daarmee ook dus mindset. Wat is je wens? De overwinning in het leven gaat niet altijd naar de sterkste of de snelste. Maar vroeg of laat is de winnaar degene die denkt dat hij het kan. Dit is eentje waarmee ik zelf best wel gestruggeld heb, omdat ik dacht, ja, ik ben gewoon veel slimmer en veel beter dan de rest. En waarom ben ik er nog niet? Maar misschien dacht ik nog niet dat ik het kon. En er zijn heel veel mensen die op een plek zijn in jouw leven, die op een plek zijn in het leven waar jij graag zou willen zijn. En jij bent daar nog niet. En dat zijn ook gewoon simpele mensen. En ze hebben misschien niet eens het intelligentieniveau van jou. Of dat soort dingen. Maar dat is niet belangrijk. Ze hebben wel die risico's genomen en gedacht dat zij het kunnen. Deel 3, master your mindset. Het leven stopt uiteindelijk nooit met lesgeven. En wat is dus de wet van omgekeerde evenredigheid? Je hebt succes en falen. En uiteindelijk ligt dat niet heel erg ver van elkaar vandaan. Dat komt voornamelijk door de belemmerende denkpatronen die je hebt als je die resultaten niet behaalt. Ja, dan ga je uiteindelijk jezelf manipuleren, om het zo maar te zeggen. Nou, hoe ga je dus in 6 stappen naar blijvende verandering? Stap 1, bepaal eerst wat je echt wil in het leven en wat je er nu van weerhoudt om dat doel te gaan behalen. Stap 2, maak van je willen en moeten. Super belangrijk, want als je iets wil, betekent niet gelijk dat het gebeurt. Maar als je moet, dan ga je er alles aan doen om dat te kunnen bereiken. Stap 3, doorbreek uiteindelijk je belemmerende patronen. Stap 4, creëer nieuwe krachtige overtuigingen die passen bij de doelen die jij wilt behalen. Stap 5, versterk het nieuwe patroon. Herconditionering van je mind. En stap 6, controleer je nieuwe gedrag of die dus passen bij die nieuwe krachtige overtuiging. Angst is uiteindelijk een gedachte. Ik heb in mijn leven 1000 problemen gehad waarvan de meeste nooit werkelijk bestaan hebben. En je maakt jezelf vast wel eens druk over dingen en dan komen ze nooit uit. Dus zoals ik alweer zei, alles komt op mindset en daarom is dit zo'n belangrijk boek. Alles waar gebrek is aan liefde en vertrouwen ontstaat ruimte voor angst in het leven. Rust in je hoofd is het antigif en de kracht van ademhaling ook. Ademhalingsoefeningen en meditatie kunnen je enorm helpen bij dus rustiger worden in je kop. En in deze stilte van deze meditaties, of je doet de guided meditation, hoor je uiteindelijk alles. En kan je dus ook dankbaar zijn voor het leven en kan je dus ook minder angstig zijn. Deel 4 is de strategie, de routekaart naar succes en geluk. Waar wil je naartoe in het leven? Waar sta je nu? Wat staat er tussen jou en je doel in? Een opgever wint uiteindelijk nooit en een winnaar geeft nooit op. Welke van de twee kies jij? En dan gaan we door naar bijna het laatste gedeelte van deze video alweer, de 12-stappen-strategie. Nou, hoe kan je nou in 12 stappen van 0 naar 12 naar succes gaan? Je wil eerst je mindset gaan meesteren. Dus master your mindset, zoals het boek zei. Daarna persoonlijk meesterschap. Dus eigenlijk jezelf onder controle hebben. Wat je daarna wil gaan doen, een duidelijk en concreet doel en wanneer je dat doel wil gaan bereiken. Visualiseer het eindresultaat. Dus begin bij het einde. Hoe voelt het als je dat hebt? Heb je het uiteindelijk al? Schrijf je affirmaties op die passen bij dat duidelijke en concrete doel. Volg een voorbeeld, de mentor of iemand die je kan helpen bij je gewenste eindresultaat. Doe onderzoek voordat je begint. Stel een strategisch plan op om je doel te gaan bereiken. Verzamel een dreamteam om je heen om de juiste resultaten te gaan behalen. Begin voordat je er uiteindelijk klaar voor bent. En wees flexibel en doe alles wat nodig is om je gewenste eindresultaat te behalen. Focus. Richt al je aandacht op het behalen van je doel. Alle aandacht die je momenteel hebt. Alles staat omtrent het behalen van dit doel in jouw leven op dit moment. Ik wil je super bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je weer dit een super waardevolle video vindt. Het is 1 januari bij mij. Het is bij jou eind september nu als je deze video kijkt. Of zelfs later in 2024. Ik wens je een super succesvol jaar. En we spreken elkaar. Ciao, ciao.